Ik ben Jennifer Evenhuis. Hallo. Ik ben een goed mens. Ik sta altijd voor mensen klaar als ik tijd heb. En als ik geen tijd heb, dan maak ik tijd. Tenminste, dat hoor ik andere mensen altijd zeggen. Een vrouwtje bij mij in de buurt zei zo, ja Jennifer, nou, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik, voor jou maak ik tijd, weet je wel. Het is mij nog nooit gelukt. Nee, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik zeg altijd gewoon iets af. En wat ik ook heel fijn vind, kijk, ik ben natuurlijk geen Joep of Brigitte of, hè. Dus jullie kiezen ook voor kwaliteit. Best wel even zeggen tegen jezelf, nou. Goed, ik ben nu zo'n 17 keer in het Amazonegebied geweest. Vooral de eerste 3 keer waren heel erg zwaar, want toen heb ik het rampgebied niet kunnen vinden. Ik heb aankomend weekend heb ik nog een kleintje tussendoor, dus het Strawberry Festival. Dat is om, zeg maar meer, om, ja, om de, het is een festival rond aanbijen, om aanbijen uit de taboesfeer te halen, waar ze natuurlijk toch zitten vaak. Ik zei dat tegen haar, ik zei, jouw werk voelt natuurlijk eigenlijk altijd een beetje als vakantie, niet? En toen zei ze, nou nee, het is echt mijn werk. Ik zei, maar het voelt als vakantie. Ja. Ze zei, nee, het voelt niet als vakantie, want het is mijn werk. Ik zei, nee, ja, het is je werk. Het voelt als vakantie. Ja, ik ga het vertellen. Ik ga vertellen waar het voor is. En het leek me leuk om het ook een beetje op te bouwen en zo. En omdat het gewoon heel leuk om te vertellen waar het voor is. Daar ben ik heel trots op, ook. Het gaat, dit geld wat ik heb gehaald, maar ik vind het helemaal niet dat die tweede ronde veel gaat, maar ja, we gaan ongelooflijk veel mensen hiermee helpen. Ik heb een hele leuke man, heb ik. Ja, leuk genoeg. Zo. Nou, volgens mij heb je een beetje een simplistisch beeld van vriendschap. Ja, wat bedoel je? Ik bedoel nee, klootzak. Zo zit het gewoon, zo zit het gewoon in elkaar. Dan loop je weer voor iemand af en zeg, oh, zijn vriend niet worden. Ja. Zo zit het niet.